Je hebt de headset van Mario Hessel. Hoe komen die eraan, hè? Huh? Intro! Welkom bij Mario Hessel Show. Vandaag gaan we eindelijk weer hardcore mode doen met... Sander! Yay, jullie hadden heel vaak om me gevraagd, waar blijft Sander? Nou, hier is hij weer. Lang... Ja, één ding moet ik zeggen, als jullie mij toch zo graag hebben. Ik heb heel goed nieuws, ik had al een kanaal, maar het was een dom kanaal, het was ook niet goed naam. En er waren een paar problemen met de link naar het kanaal. Dus ik ga een nieuw kanaal aanmaken, ik ben zo wat video's aan het aanmaken. Ja, dan kunnen jullie ja, mij zien en dan... Ja, dan gaat dat weer heel leuk zijn. Ja. Dus, als jullie dat dan willen zien, als ik begin op te nemen, dan gaat Hessel later ook links zetten en zo. Nu heb ik het nog niet, dus we kunnen nu nog niet de link geven. Nee. En, die stomme skelet heeft mijn headset gejat. Ja, dat is echt dom. Ja, die heeft een fijne skelet. Ja, nu heb je een andere. Ja. Kijk, ik heb ook een nieuwe skin. Ik ben de Romein. De Romein, met een paard. Maar dat zonder paard een stukje. Ja, en in de volgende update komen er paren, hè, dus dat gaat eigenlijk passen bij mijn skin. Ja. Romein. En ik heb die huiskleur ook meer veranderd, hè? Nee, wat? Ja, huiskleur, die armen en voeten. Ah, ja, ja. Okay. Ja, ik denk toch helemaal gaan mijnen. Ja, volgens mij wel. Want anders komen we nooit te ver. En we moeten dan... Oh, shit, ik gebruik er gewoon bijna X-ray. Misschien kunnen we... Ja, wat zijn eigenlijk de dingen dat wij moeten de doelstellingen die we moeten halen in hardcore? Wat moeten we eigenlijk doen? Nou, is zo. De bedoeling dat we bijvoorbeeld volledig diamond armor voor ons alle twee hebben of zo? Ja, dat ook. En gewoon een heel groot kasteel maken waar we veilig kunnen overleven zonder doodgaan. Zo? Ah ja, oké. Okay. Ja. Zoals Seth Bling, die heeft een heel groot kasteel in hardcore gemaakt. En... Echt? Ja. Oh. Nice. Oké, okay, ja, dat kunnen wij dan ook doen. Hè. Dus dan kunnen wij, als wij nu gaan mijnen voor heel veel diamond en zo, dan hakken we automatisch ook heel veel steen. Dan kunnen we later de steen allemaal omkopen of gewoon van cobblestone. Een heel, heel groot kasteel maken. Ja, dan... kom Sander. We gaan verder in onze coole grote mijn. Waar we die in het lieve slime hadden, weet je nog? Oh ja, die slime. Ja, die marshmallow, die noemt hem groene marshmallows. Oké, okay, ik volg jou. Ja, volgens mij was dat hier binnen. Ik ben echt vergeten. Sorry voor dat we de volgende keer. De vorige keer geen horror games hadden geüpload. Maar ik heb geen horrorspellen meer in gedachten. Ja. Echt ziek. Slender is al een beetje. Ja, dat hebben we al heel vaak opgenomen. En laat ook in de beschrijving hier gewoon bij Minecraft achter welke horrorspel ik zou spelen. Als ik dat niet heb voor zondag, dan doe ik gewoon een horrorverhaal. Dat bestaat ook. En ik zat hier te denken aan, Sander, om dit hier uit te breiden. Oh, wacht, ik heb echt serverlag. Je serverlag een beetje binnen. Mijn computer niet hoor, want ik heb een nieuwe computer. Oh ja, die maar heb ik heb 60 fps met de serverlag. Oh! Bij mij is de server crashed. Oei. Dat kan toch niet. Ja, de server is gecrashed. Echt? Ja. Ah, nu niet meer, laat maar. Ik dacht al, ik doe snel opslaan, maar ja. Ja, ik had blijkbaar geen goede verbinding. Ah. Hey, gold! Hier. Kijk, hier wil ik op gaan opnemen. Gold. Ah, doe maar mijn dood. Oh. Nee, niet doodgaan! Ah, wat heck, lag. Ja, ik heb silver lag. Silver lag? Ja, je server lijkt bij mij. Ja. Ik weet niet hoe dat kan. Ja, ik heb dat wel. Misschien moet je even Minecraft herstarten. Ja, kan. Oké, ja, zo meent jij ondertussen al wel. Ja, ik ga even een heel groot stukje mijnen. Goed. Een soort groot kamertje ondergrond. En ik ben best benieuwd. Het ligt niet aan mijn... Minecraft hoor, het is gewoon. Ik heb slechte verbinding met surf. Oh, dan is dat weer even toevallig vandaag. Ja, dat gaat zo. Of je hamasje moet nog even inwerken, want. Ja, ik heb nu nog maar eerst hamasje. Maar ja, nu is het al over hoor.
Ah. Oh ja, en mensen, ik heb ook nou een hele nieuwe microfoon. Maar die doe ik nou even niet gebruiken voor in hardcore, want ik kan dan niet Minecraft geluid horen. Dus dan hoor ik ook niet de creeper opzwellen en dan boom zeggen, dus. Ja, dat zal niet zo heel handig. En als ik dood ben, kan je het niet meer joinen. Dat hebben wij gewoon wel gemerkt met Leandro's. Hij wou ook net opnemen en toen, ja. Sander, waar ben je? Ben ik bij later. Oh ja, ik zie je. Ik hoor zombies tegen deuren even. Echt? Ja. Maar wij hebben toch hier geen deuren in God, hè? Nee, tuurlijk niet. Zo, oh shit. Zover, ik weet niet. Heel voorzichtig doen bij meneer Lava. Oh, creeper. Nee. Ja! Oké, help van mijn leven, Squid. Oh shit. Goed begin. Oké, niet doodgaan. Blijf. Voortaan in teams, hè? Ja, oké, waar zeg je? Hier. Ik heb een slimbal. Heb je onze Matty Slime vermoord? Nee, die slimbal lag gewoon. Oh. Oké, we moeten dus diamond zoeken en veel koppen. Ik heb X-ray, maar die gaan we niet gebruiken. Die gebruiken we alleen voor die kingdom. Welk? Die wij gebruiken toch, die kingdom. X-ray? Ja. Ja. Want we gebruiken ook X-ray, dus ja, waarom wij niet? Ja, heel goed. Vooral duidelijkheid, ik hack dus niet. Ik ben dus normaal. Nee. Ik heb het vroeger gedaan, maar nu heb ik geen X-ray dus. Nee, ik gebruik alleen X-ray voor de server. Verder niks. Ja, niet deze server. Oké, meent jij dat ook? Oh, shifts. Wat heb je gedaan? Niks. Oké. Ik denk toch wel beter naar... Ik ga op die deur geen map af hoor, want... Maar ik zit juist op lava level waar... ik zit juist op het level waar ik diamond kan vinden, dus... Ik ga maar mijnen op de diamond, en dan... Ja. Goed. Maar kijk uit, ja. Voordat je in de lava wordt geduwd door een bak water, dat is me heel vaak gebeurd in hardcore. Echt? Ja. Of je wordt door skelet. Ik let wel op, hoor. Je moet op hetzelfde niveau als mij menen. Ja, ik zat te denken om de cave door te zoeken ook. Wat? Gold. Gold? Ah, gold. 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 I'm rich. I'm rich, I get gold. Eigenlijk, ah, ja, hè? Toevallig ook TNT, dus ik kan wat TNT afsteken. Echt? Zeg je eens. Run! Niet doodgaan, hè? Want ik kan ook al kunnen een backup gebruiken, je kan niet meer joinen. Ik zie diamond! 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 Diamond? Wow, diamond! Zal ik verder hakken? Wacht, wacht. This is gold. Butter. Oh, serieus, dude. Mijn diamond. Oh, die verder mijnen, want dan valt geen in de put. Ah, nee, toch niet. Nee, blijf gebukt, hè. We gaan geen wedstrijd doen wie de diamond heeft. Dit gaat tussen leven en dood. Ja, oké, dat is waar. Dit is gewoon relaxed. Ik dacht gewoon, hè. Oké. Mij niet duwen, oké, volg mij. Nee, wat denk jij dan? Ik ga je niet duwen. Achter je, lava. Hoe komt jij aan melon seeds of zo? Die heb ik gefarmd. Yes. Nice. Moet je geen trap maken of zo? Yes, diamonds. Kijk uit voordat je niet op diamonds aan mijn, hè. Ja, dat bedoel ik. Eén diamond. Oeh, hoe zijn we rechts? Zijn rijk. Oké, rijk. Ik ben toch slim, hè? Ik kan toch goed diamond vinden. Ik geef maar toe. Ja. Yay. Ik ga een beetje meer boven minen. Ja, oké, dat is goed. Jij ook? Of? Ja, een beetje weg van die lava. Een beetje weg hier van de lava. Even koffie eten. Ja, oh ja, ik dacht, ik heb geen eten op zak, maar ik heb kip en... Een rauwe stiek. Ik ga straks denk ik naar boven even om een gebakken stiek op te halen. Ah, oké.
Ja, ik ga even hier gewoon die gat dichtmaken hoor, wat jij niet hebt afgemaakt. Oh. Gooi dat je echt een heel pak lava ligt. En ik haal hier ook heel wat water weg, want... Moest er nu iemand genaamd Hessel per ongeluk in een bak lava vallen? Ja. Dat zal niet goed komen, hè? Nee, dan is de hardcore mode echt afgelopen. Ja. Of jij moet in een keer op jouw eigen kanaal over mijn server gaan, maar... Ja, kan ook. Ik ben de heilige koning van Mario's Show. Ik ben de enige overlevende. Zelfs Mario had zo heel veel... Of ik neem op voor u. Ja, kan ook. Ik neem op voor uw kanaal, voor uw hardcore. Hebben we lang niet meer gedaan, ja. Ja, ik heb al heel lang een beetje opgenomen, maar binnenkort... Ja, ik ben nu al een beetje aan het opnemen van singleplayer, maar er waren in het begin een paar foutjes waar ik mijn video's was aan het opslagen. Maar ja, nu is dat in orde gekomen. Dus binnenkort ga ik terug beginnen opnemen. Ik denk morgen eigenlijk. Mm. En dan morgen gaan ik en Hessel een intro voor mij bedenken en maken. Ja. En dan ga ik uploaden. En, ja, uploaden. Je eerste en filmpje. En dan kunnen jullie mijn filmpjes bekijken. Ja. Als jullie mij toch zo graag willen. Ja, dan moeten jullie zeker weten op Sander's kanaal abonneren. Nee. Kom naar mij. Oké, ik heb nog maar 3,5 hartje. Kom naar mij toe, snel. Ja, ik was... Een beetje met TNT aan het mijnen. Oh, nee. Anders gezegd, ik was gewoon aan het prutsen met TNT. Ja, dat is niet slim, hè. Kan je mijn TNT opdoen en dan ga ik stoppen. Ik TP jou wel naar mij toe. Nee, moet niet. Weet je zeker? Ja. Voordat je dood bent, en dan kan je niet meer joinen. Ja, maar Hessel, je kent mij, ik ben pro in Minecraft. Dat zei je vorige keer ook al, en dan ging je dood. We hebben nog geen andere keer hardcore gespeeld. Nee, weet ik, maar... In creatief. Oh, zo. Toen ging Hesselbrine vermoorden, weet je nog? Oh ja, dat is waar. Hesselbrine. Heb je hem allemaal aflevering gezien? Mega standbeeld van Hesselbrine? Nee, dat heb ik nog niet gezien. Dat heb ik hem echt niet zien aankomen. Ik was lekker aan mijn en dan opeens, boom, stond er in één keer groot standbeeld. Dan moet je bij Minecraft Singleplayer deel 10 kijken, dat is nieuw. Ah, oké. Okay. Ja, ik had zowel een nieuwe aflevering gezien van Singleplayer, maar ik had er nog niet naar gekeken. Oh, maar nog niet helemaal? Ja, niet helemaal. Oh. Ik hoor een meneer zombie, maar ik zie je niet. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Zombie. Don't mind it. Ja, dat liedje blijft beslavend ook, hebben we heel lang niet meer. Oh fuck. Don't mind. Oh, creeper! Waar zit je? Boven. Boven de grond. Ja, nee. Waar dan? Een plek waar een meneer creeper staat te wachten op mij, om mij te vermoorden. Kopbouwen! Oh, de creeper zit psst! Ik ben in de lava. Ja, je kan beter toch maar naar mij toe komen, hè? Ik naar u? Ja, misschien. Nee. Ik ben pro in Minecraft. Oh nee, ik ben lava gevallen! Echt? Dood. Echt? Nee. Jongen! Creeper! Niks gebeurd, dat was zo bij die lava en de creeper stond vlak naast de lava. Weet je heel zeker, toen je even wat leven oplaat? Wat? Kom gewoon veilig naar mij toe, dan ben je hierbij veilig. Ja, oké, kom al. Die creeper, die ik had die geslagen en die ik had die in de lava geslagen. Op lofte die verloor ik geen levens en was er niks gebeurd eigenlijk, maar ik verschoot heel hard. Oké, waar zeg je? Bij een ingang van ons cave. Welke ingang van ons cave? Helemaal boven de grond. Bijna boven de grond. Oh nee, kan ik wel. Ah, schat! Je kan wel naar mijn tv. Oké, okay, ik moet eerst wel wat iron hakken. Dus iron. Alles is welkom. Als ons armor bijna kapot is, dan heb je dan wel nodig. Ja, ik zie naam.
Hassel! Ik zie lava. Oh shit, verkeerd wordt de code negatief. Lol. Ah, fuck. Kunt je een back doen? Slash back. Nee. Oh. What the fuck? Zie, ik ben toch pro in Minecraft. Hé, hey, lapis. Ik heb ook lapis. Hoeveel levens heb je nu op dit moment? 10. 10. Oké. Eigenlijk zo 1. Kijk, hier is ons huis in de buurt. Ja, hier. Oeh, ik ben aan Armand doen. Kijk, hier. Mijn huis. Zeg jij nu aan het kijken, Maxi? Nee. Ik doe dat niet in deze server. Ik heb een waypoint. Hier ben ik. Vlak boven ons. Je hebt een pijl in je hart. En zo. Farewell. Nee! Dit is een slash kill. Nee! Als je waagt, hè. Dan zijn we dik te lul. Even door. Ja. Hé, hey, kijk, een zombie. Zit vast. Ah, oh, arme zombie. Oh, hey! Deze zombie heeft die deur ingeslagen. Wat? Hier, een zombie met een deur. Oh, die heeft die deur gedropt. Hoi, kijk, een gaas deur. Welkom, kut. Sanders heeft het hier, maar jullie kanaal is wat de? Is ik dislike alles. Serieus? Oh, love. Hey, kijk. Gratis mijn car. Als dit ding heeft gedaan, Leandro, zo wat hij. Oh shit! Titi! Oeh, gratis mijn car. Yay! gaat mijn car, yay! Leandros is toch de enige die jij in deze hardcore map hebt gelaten, hè? Ja, maar hij ging alleen maar bij mij gieten en toen ging hij zelf dood. Leandros? Ja, dat zie je gewoon in de opnames. Oh, fuck. Nee, wie heeft dit dan daar gedaan? Wat? Leandros heeft dit dan toch gedaan? Wat staat hij eigenlijk? S-hole? Hassel moet daar staan, maar... Oh, oké. Hartje. Jolien. Oh, oké. Maar ja, het is gratis wol. Yay! Als Leandros. Oké, dan gaan we. Dan zijn we geen vrienden meer met Leandros, hè? Ik bedoel, kijk wat hij allemaal heeft gedaan. Die heeft hij gewoon gecreëerd, denk ik. Maar misschien heeft hij het niet gedaan. Maar wie dan wel? Dat weet ik ook niet. Niemand anders heeft de IP van de server. Nee. En kijk naar de video's en vind dat kut, want Mick en zo, die vinden ons allemaal leuk, dus... Ja, of iemand heeft ons zitten trollen. Heel toevallig vraagt Jolien op dit moment, zijn jullie nog aan het opnemen? Oh, zeg, ja. Even toevallig Jolien's naam aan de weg houden. Oh. Oh. Want ik heb een beter idee. Maar nu kunnen we het wol nog gebruiken. Ups. Zo. De trap was wel een goede dag, moet ik eerlijk zeggen. Ja, eigenlijk wel, ja. Even trap een chest, TNT eronder, ja. Goed bedacht. Zeker weten. Geniaal wie dit ook mee heeft gemaakt, jongens. Super. Sowieso Leandros. Leandros in de... Ik betrouw dat mannetje niet meer. Nee, maar ik weet niet. Leandros die... Nee, Leandros is hier nog eens gekomen. En dit grote gebied was er toch nog eerst niet in deze server? Nee, inderdaad. Maar hoe komt dat dan? Weet niet. Je staat ineens random. Welkom, kutzonders in de 2D en Mariasso. Jullie kanaal is dom en ik dislike alles. Oké, een creeper achter mij. Een creeper achter jou. Nee, maar... Waar heb ik mijn creepers vandaag? Ze houden van jou. Ik denk dat de creeperkoning hier dat heeft geplaatst. Ja, of Hasselbrine, ziet toch weer? I'm Hasselbrine. En ik stuur allemaal creepers op jullie, haha. Ja, of niet? Denk je serieus? Zie ik ook weer zo'n groot standbeeld? Oh my god. Oh mijn god, dat is zo eng zin. Ja. Dus hoe zullen we de titel noemen, denk ik? Iemand probeert mij... Vraden door een van de kijkers. Ja. Of...
iemand. Verraad van de kijkers. De verraad van de kijkers. Verraad van de kijkers. Ik hoop dat de mensen die nu allemaal kijken, dat jullie ons wel leuk vinden. Ja. Want anders ga ik niet beginnen met mijn kanaal hoor. Jawel joh, gewoon negeren. Dat deed ik ook. Iedereen zegt tegen mij, hey, je bent gay. En dan denk ik bij mij, fuck you, ik ga gewoon lekker opnemen. Oké, ja, Hassel, doe jij maar even verder. Er is bij mij even een probleempje. Ik zet mij wel even in game mode 1, want ja, er is even een probleempje voordat ik doodga. Maar ik zet je ook even mijn microfoon op, maar zeg je maar van alles, want ja, ik ben heel even laag. Oh ja hoor. Deze sick snapshot gemaakt. Hassel Hajiolien. Nee. Maar. Wie doet zoiets? Hopelijk niet één van mijn kijkers. Hoop ik niet. Hopelijk was het gewoon maar één van mijn collega's die helpen opnemen. En niet probeert te trollen. En ja. En daar hebben wij onze. Oh, zijn vader moet even iets doen. Maar dan gaan we even verder. Toen was hij weg. Zijn we ik nu ben al... zo meteen terug hoor. Ah, wat? Ik ben zo meteen terug. Ja hoor. Echt wie doet zoiets? Hassel als Jordien. En ook nog een rode rol. Ik denk al dat ik weet wie het heeft gedaan. BWN, maar. Ja, als we toch nou hier staan. Kan ik ook. Het tweede, we hebben ook gratis totjes. Kijk, hè. Ik heb nou de headset van Deadlock, zoals je ziet. Hier, die groene dingen daarnaast. Want een skelet heeft mijn headset gehaald. En die proberen we terug te halen. Of laat het in de reactie achter of ik deze headset moet gebruiken en dan die bril die van mijn headset is gehaald. Dat kunnen wij doen. En dan, ja. Ik kan kaarsen meenemen. Maar als standaard join, dan word je misschien doodgemaakt. Oh ja, en ik moet ook eten. Zombie verleefd door eventjes. Zou dit hartje eigenlijk klaarstaan? Ziet er best cool uit. Je weet maar nooit wat we erbij... Je weet maar nooit wat we ervan kunnen maken eigenlijk, hè? Hè, zo'n hartje? Hey. Oei, jong. Dat is best lang de gang geweest, joh. Nee. We nemen op. ik heb het gevoel dat hij nou naar ons TP straks. En oh, kom maar op als je durft. Kan hij mij nou toch nog? Hallo? Hallo, Slender! Oh, ik vertrouw het niet. Zal ik heel even één keer X-ray gebruiken om te kijken waar een MBI skills is? Oh, wat doe jij met mijn headset? Hij is in een cool. Maar nu niet meer. We gaan even naar boven. Ik moet weg hier. Oh nee, dit mag niet gebeuren. Dit mag nooit gebeuren. Wij mogen nooit doodgaan. En...
moet echt nou eten. Want ik mag niet doorgaan. En hij is later game. Omdat ik zeker nou naar boven kom. Ik denk dat hij... Het leuke gedeelte is... Als het... Hoe heet het? Als het tijd is met 1.6 of zo met die varkens. Ik doe paarden. Dan hebben wij gewoon dieren in onze huis en een wereldje. En dan kunnen we een farm maken en... Ja. Farmen en... Dat wordt heel leuk. Holy shit, weet je snel te eten opgaan? Een wortel. Wow, dat voelt wel heel erg. Een worteltaart, oké. Okay. Een golden apple. Ik doe een wortel, pickaxe ding. Wij hebben genoeg. Oh nee, we hebben niet genoeg hout. Hebben we nog een chest? Nee. Doe even zo. Zo. We doen er wel 2 van maken. Hallo? Hey Apple! Neef! Hey! Hey Marshmallow! Wat? Hey Marshmallow! Hey Marshmallow! Knife! Knife! Doe je stem weer normaal, anders kunnen de kijkers niet horen of iets. Ik kan de kijkers mij niet horen als ik mijn stem normaal doe. Jawel, maar iets veel moeilijker. Oh, en weet je? Net kwam Mikkel toevallig in de server. Echt, waarom? Weet niet. Misschien heeft hij dag haat dingen gedaan. Ja, misschien heeft Mikkel dat gedaan. Tot die dag, hun gaan vandaag hardcore opnemen en we willen kijken wat hij heeft gedaan met de tekst. Dus we gaan er straks even een heel hard woordje met hem praten. Maar ik denk eerder dat Leandro ze zoekt. Hoe is het dan? Ik ken al die andere al heel lang. Ja. Ze is een dikke verrader. Nee joh. Zo ver, ik weet niet. Wat zouden we met die lieve rode wol doen? In je poep steken. In je poep. Dan hebben we bruine wol, net als dirt. Ja. Ik ga gewoon al die zooi in een kamer smijten. Pak in de chestroom die we hadden. Ja, ik doe alles gewoon in één chest. Ik was bijna dood, hè? Dat komt toch? Van de honger. Lok. Ja. Oké, onze heilige diamond stick in deze chest. En onze redstone en zo stick. Ja, ik denk ook. Ik ga even mijn golden iron smelten. Ja, ik ga dan even hout hakken, denk ik. Anders kunnen we al onze oors en al onze gesmolten baars en zo hier in deze chest steken. Ja, ik denk het ook. Ja. Maar kool, wacht, die kool moet erin zitten. Ga ik wel even pakken, anders. Ja. Nou, als jij dat doet, dan ga ik. Ik hoor skelet. Oh, skelet met diamond op de dak! Look at you! Nee, waar? Oh, in mijn kasteel! In mijn. Oké, okay, ik wil. Bij mijn voordeur! Oh mijn god. En hij heeft een chest, de zooi. Red hem! Oh, ik ben pro. Hij stond daar gewoon boven op de dak. We moeten de dak, de muur vogen. Ja, ik weet niet, ja. Maar kom, we gaan eerst allebei slapen weer. Ja, ik slaap al. Ligt jou op bed? Oh, gaat hij alweer met de... Slaap. Snurk. Slaap, snap je? Slaap. 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 Zag ik nou een skelet in de farm lopen van onze dieren? Nee.
Ik dacht ook dat het wel zag. Ik weet het niet, misschien al eens een eerste keer gewoon. Ja, ik denk het ook. Net zoals die Hazel als Jolien ding. Ja, kan. Ja, kan zeggen nog. Heb jij toevallig een beetje veren of zo? Ik heb één veer, zo ver ik zie. Oh, anders moeten we nog wat kippen kweken en Ik heb hier een kippen. Oh fuck. Ik heb niet gehallucineerd. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb een wortel. Een wortel. Ik heb een heilige wortel. Ah. Hey god. Iron. Cool. Nee, die kool heb ik al terug. Ik heb wel 8 keer nodig. Ja, we moeten een beetje samenwerken als een goede team. Zaad. Je hebt zaad. Ja, goed hè. Ik wist niet dat je zaad had. Ik had echt niet verwacht dat je ooit zo'n grapje zou gaan maken. Hey, waarom heb je onze pumpkin farm kapot gestampt? Heb ik niet gedaan. Je deed de harm shake op onze farm. Nee! Want dat moeten we altijd opnieuw doen. En dat duurt de aflevering nog langer. Ja, dat is waar. Vanaf nu af aan niet. Geen koekjes meer, maar wortels. Als we genoeg wortels hadden. We moeten een grotere wortelfarm maken. Ja, ik weet het. Ik wou dit gebied even een grotere farm laten worden. Tot dit gebied een farm werd. Ah, wordt uw huis dan een farm? Ja, een soort farmgebied. Want dan kunnen we beter leven en zo. Ja, misschien wordt dit de boerderij en hier wordt dan food en zo gestoord. Ja. Dan kunt u in mijn huis leven. Ja. En dan. Ik zal uw bed wel pakken. Eh, nee, want als ik dood ga dan. Oh ja. Oh nee, dat heeft geen nut. Dan doen we dat in de dag, oké? Dat heeft geen nut, want als ik dood ben, ben ik dood. Ah ja, dat is super waar. Eigenlijk is het bed alleen om snel te skippen en zo. Ja. Oké, kom. Verhuizen. Nee, we verhuizen op de. Nee, we verhuizen niet, maar. Waar moet ik in de eetkamer slapen even tijdelijk? In de eetkamer, welke eetkamer? De chestkamer waar al ons eten is. Nee, kom maar mee met mij. Oh, gezellig. Heb jij. Hey, waarom heb je geen verwarming? Warm? Ja, verwarming. Want dat zou toch best koud zijn, geen verwarming dan. Kom maar naast mij slapen. Ja, ik heb het liever zo. Ah, oké. Lol! Dan kunnen we naar elkaar kijken als we dicht slapen. En nu ga ik even hout hakken voordat we doen. Oké. Ik ga oerwoud hout hakken. Want dan heb ik ook kans dat de surf in de toekomst niet zo erg gaat leggen. Ja, dat is waar. Maar weet je nog toch. Kan ze drugs farmen als ze niet? Wat drugs farmen? Onze drugs farmen. Oh ja. Onze wiet. Onze wiet. Ah ja, dat is toch wiet? Ja. Jawel. Wat is dan het probleem? Mijn muis begint langzaam te reageren. Ik denk dat mijn batterij leeg zijn. Kan. Kan, zeg je in de vrolijk hoor. Ama. Ik zie cacao beans. Ama? Ama. Dat zeggen Belgen toch? Ama? Ja, ama. Nee, allee. Allee, oh ja, dat was het. Wist ik al. Allee, maar je zegt alleen maar als er iets fout gaat, hè? Allee, die skelet nu. Echt? Zeg je alleen maar dat als. Allee, nu ben ik dood gegaan. Oh. Zo. Ah. Alleen als er echt iets verkeerd gaat. Allee, ja. Creeper! Nee. Alleen, Creeper heeft mij in de lava geduwd. Oh, ja. Yay, we gaan. Allee, heeft hij alles van mij gestolen. Yay. De titel heet Belgisch Les, deel 1. Nee. Nah. We gaan de titel gewoon. Vraag van de kijkers. Ja. Verraad van kijkers. Precies. Ja. Maar kijkers, als jullie dit nu kijken, wij hebben geen haat tegen onze kijkers. Alleen hebben de kijkers ons hebben ze de kijkers iets tegen ons. Ja, één van de kijkers, hè? Ja, eentje. Eén van de kijkers. Eentje. Of misschien geen kijker, tot hij toevallig langs kwam wandelen en dacht: hé, hey, kijk, een stomme server. Gaan we die even grieven? Maar dan moeten ze wel jouw machine hebben, hè? Dus dat gaat niet. Nee, je weet me nooit, hè?
Oké. Okay. Ja. We hebben echt al veel boter. Bedankt. Ja. We hebben al 25 boter. Oeh, dat gaat goed. Ja. Oh, nu moest ik iron en water en zo halen. Voor onze farm, nu heb ik dat nog altijd niet gedaan. Oh. Iron voor een iron hoe even te maken. Ja. Ik heb een soort water gedeeld gezien, maar ik weet niet of hier een bak vol creepers zit of wat dan ook. Nee. Nee. Ik heb bone meal, hè, dus we kunnen in ons farmgebied ook. Ja, minen. Of we kunnen de titel ook noemen iemand trolt Maya Ashong. Ja. Iemand zal. Oh ja, ik weet het al. Mensen saboteren opnames. Ja. Ja, dat is wel zo. Ze hebben ons er gesaboteerd, want anders moesten we niet opnieuw opnemen. Nee, we hebben niet opnieuw opgenomen, maar. Ik moest even gaan, dus ja, niet laat maar. dus jij hebben gewoon. Ja, ik heb hem gesaboteerd. Ah, dus jij bent hem gesaboteerd. Dus jij hebt hersenhartje jullie ingemaakt. Nee. Nee, geintje, geen. Ik ben geen hater van je, dus. Nee, dat weet ik. Daarom. Nee, geintje. Zou ik hier in deze gebied bone meal neergooien tot hier plantje groeien aan Vooral de wortels, want ik heb wortels nodig. Ja, dan moeten we villetjes zoeken. Ja, meneer, we hebben hier toch een wortelfarm? Ja. Kom, smijt er dan wat bone meal op dan. Groei die vlugger. Hier. Oh, die wortels. Wacht, hier ga ik. Dit ga ik dan wel. Kijk, ik heb eentje laten groeien. En dat was ook echt alles. Waarom ga je erop springen? Dan gaat dat weg. En dan? Dat moet weg. Ah. Dat zit in mij weg van mijn wortel van. Later kunnen we hier dan iets anders maken, maar ja, anders kunnen we. Beter doen, allemaal hier die pompoenen ook weg doen. En dat we hier zo een heel farmgebied maken voor wortels. Want wortels is beter dan niet, vind ik. Ja, en de wortels heb je gewoon om te eten en gaan sneller. Ja, die wiet daar heb je er 3 van nodig voordat je daar eigenlijk pas eten aan hebt. Ja, ja. Dus. Dan ga ik. Eigenlijk moeten we van die NPC's maken en dan gewoon voor lol in onze server neerzetten. Ah ja. Tot we net doen of ze hier werken. Ja. Dus die pumpkins groeien gewoon net zwart weer opnieuw. Wat? Dus die pumpkins groeien net zwart weer opnieuw. Want die stacks blijven staan. Ja, die groeien gewoon opnieuw. Ah, handig. Wist jij dat niet? Nee, ik dacht al je zou jou opnieuw moest planten. Ik heb bijna nog nooit pompoens gevangen, hè? Of. Oh. Ja. Daar gaat Mick op uw boos in. Ach joh, laat die houdt van pompoens, hè? Dat weet ik, daarom juist. Oh shit. Pompoenvreter. Oh. En denk Mick. Oh. Oh, het wordt hier echt pikkerdonker in mijn kamer. Ik zet de lampje aan. Anders word ik bang van de creepers. Weet je, ik zat te denken, hè. Op mijn werk wordt heel veel karton weggegooid. Ik zat te denken, als ik nou zoveel mogelijk karton verzamel en later een grote 3D kartonnen skin van me maken, gewoon. Mm-hmm. In het echte leven. Want je ziet al sommige mensen creeper tutorials doen. Dus een creeper head maken van karton. Echt? Ja, toen je gewoon een soort creeper masker hebt van karton. Gewoon een doos op je kom met een creeper skin. En ik zat te denken, waarom doe ik niet mijn eigen skin van karton maken met voeten, armen en hoofd in 3D in het rood? Net ongeveer even groot als mij. Cool. Wordt wel veel karton sparen.
voordat je echt een goede lengte hebt en zo. Ja, dat wel mag. Maar ik denk toch beter weer kunnen slapen, want het wordt avond. Ja, oké, dat is goed. En dan groeien de pumpkins ook sneller. Dat is waar. Ik ga eerst een halve stack steek pakken. Nee, ik pak een pumpkins in de chest. Doe de deur wel achter u dicht. Ja, we daar kunnen monsters blijken. Wacht, ik ga eerst iets doen. Ik ga bij uw huis, bij de farm eigenlijk, ga ik eerst nog wat meer toortjes plaatsen en zo, dat er geen... Oh ja, een beetje zijn. Om ons huis heen of zo. Ja, daar... Want die vallen bovenop spawnen ze. Ja. Maar daar stonden ze meneer skeletten, joh. En als je die deur bij mijn huis niet dicht doet, kunnen er monsters in mijn huis ook binnenkomen. Zullen we nog meer jungle wood hier neerzetten voor de farm, of niet? Nee, niet echt. Want we gaan ook geen wiet meer farmen. Nee, maar die, nee, die bewaren we wel van zekerheid. Ja. Cocoa beans en... Ik had laatst de Minecraft code zitten veranderen en dat was heel geinig gaan worden. Ja. Kom, ga lekker slaapje doen. Dan groei je de farm ook sneller. Ja. Hallo Sander, ik zie je. Ik jou. Sander snurk, altijd. Ah, maak creeper! Waar? Nergens. Oh nee, niet staan! Nee. Als hij nou nog één hartje had en dan? Nee! Dood. Dat was ik ook, dat zegt hij ook nog, hè. Af. Af. Je waagde hem nou één keer in mijn rug schieten. Ik ben wel niet hond, hè. Nou. Geintje. Dit wordt een, farm. Ja. Met, Ik zat eraan te denken om een deur te maken met redstone, tot die mooi open en dicht gaat. En wat? Een deur, een schuifdeur met redstone. Oh zo. Maar dat wordt moeilijk, ik ben geen redstone king. Dus Mick, als je net... Ik wel, nee, ik wel. Ik kan dat ook hoor, ik kan ook wel een schuifdeur maken. Ja. Moet ik dat doen? Als we genoeg redstone hebben. Maar we hebben geen slimes genoeg. Wacht, jawel. De slimes hebben we niet. Ik had de slime helemaal, waar is die? Heeft ze niet gewoon getropt? Ach. Hier is slimbal. Nee, ik heb er nog één. Eén is te weinig. Ja, één is te weinig. We moeten ongeveer 4 hebben. We moeten eigenlijk meer van onze plek aflopen, ja. Mm-hmm. We moeten naar een swampbiome zoeken. Ja, we gaan al onze spullen erin doen, behalve... ik denk wat hout. En wat eten moet... We moeten ook wat eten meenemen. Ik doe... Dat maakt niet uit, als we doodgaan, dan zijn we toch alles kwijt, hè. Dan is het ja, maar alsnog. Dan stellen we onze dood uit, hè, dat weet je wel. Huh? Want als we nog een eindje terug moeten lopen weer, dan gaan we alsnog dood. Dus je kan beter eten meenemen dan als je voordat je te laat bent. Ja, maar nee, ik bedoel, als je stuff wegsteken, brengt toch niks op, hè. Want als je doodgaat, zit je sowieso alles kwijt. Dus. Ja, dat weet ik. Ja. Oké, maakt niet uit. Maar als je, als je bijvoorbeeld in elkaar wordt geslagen door creepers en skeletten, kan je snel naar boven bouwen ofzo. Ah, zo ja. ik heb dus durfd, hè. Dus. Ja. Moesten we eigenlijk onthouden waar ons huis was ofzo? Een grote toren moeten we maken ofzo, waar? Ik heb een waypoint, dus. Ah, slim. Oh, je hebt de waypoint mod of zoiets, toch? Price minimap. Ah, dat is eigenlijk best wel slim van jou. Ik heb dat ook vooral voor demons en servers geïnstalleerd. Ah ja. Dat is handig. Eigenlijk, ik heb echt zo de neiging om die schapen gewoon gauw appels te laten voeren tot ze de lucht in vliegen. Ja, ik ook. Dat is gewoon grappig. Ja. Dat is zo wegvliegen. Mama, ik ben mijn ballon kwijt. Ah ja, en ook voor een paar mensen die niet weten waarom... Oh, pas op, lava hier. Voor een paar mensen die niet weten waarom dat we eigenlijk naar een swamp biome zoeken. In swamp biomes spawnen slimes, voordat ze daar nog niet moesten weten. Dus eigenlijk geven we een soort van Minecraft tutorial niet, maar maakt niet uit. Ja. Dus we gaan op zoek naar de swamp. Maar als jij was ook niet rennen, want anders ga je even snel op. Ja, ik heb 30 steek, dus kom. Ja, ik heb ook 32 steek mee. Ja, kom gewoon lopen. Dan vinden we het vlugger ren. We zijn al bijna een uur aan opnemen, denk ik. Zoiets? Ja, kan. Maar niet echt, dit is gewoon een leuk special. En... Ja. Ze hebben onze opname gesaboteerd, dus dan gaan we gewoon expres lekker langer door. Haha. Wat vinden jullie ervan, kijkers?
Laat het in de reactie achter beneden de video. En klik op dat groen duimpje. Anders weet Hasselbrand je te vinden. Ja, want anders kan Hasselbrand ons vinden. En dan gaat Hasselbrand, ja, dan gaat hij lachen. Dan gaat hij lachen zoals toen. Heb ik nog altijd een zware stem? Ik zie je. Wat zeg je, Hasselbrand? Oh. Oh, nee! Wat? Ik voel bijna dood. Ups, ik had gewoon nog die zware stem aanstaan. Ja. Hoort je mij nu goed? Ja, ik hoor je weer goed. Oké. Okay. Zo, meneer. Oh, wow, mijn toetsenbord komt eraf. Maar. Gaan we naar de... Oh, dit is... Dit is een bos, dus. We zijn in de buurt, denk ik. Eens kijken. Valt wel mee, volg me maar gewoon. Ja, ik volg je ook natuurlijk. Ja, jij bent degene met map. Ik heb de kaart, dus. Ja, in je harses. Land. En ik heb. X-ray! Maar dat gebruiken we niet. Ik deed heel veel even één keer op X klikken, hè, dat. Gewoon op X klikken en hij ziet alles. Ja, kijk, zoals dit. Hier, je ziet gewoon kool, ijzer, maar dat gebruiken we helaas niet. Heb jij bones bij? Op dit moment niet. Ah, jammer, hier is een wolf. Ja, dat liep je net ook langs. Oh. Weet je wat je met de wolf kan? Wat? Mappen. Oh ja. Maar dat doen we niet, anders gaan we weer snel die 2 of 3 hartjes gaan van die wolf af, toch? Ja. Oh man. Duurde lang, zeg. Het volgende is een grote ding, een grote bergerbiome. Maar ik zie nog altijd geen swamp. Moeten we nu langs het water lopen ofzo? Nee, dat maakt niks uit. Maar meestal zijn ze toch bij waterbuurt of bij een oerwoud? Ja, oh ja, ik weet al waar een swamp biome zat, in de buurt. Waar? Bij ons huis in de buurt. Ah, man, weet je dat? Ja. Lol. Maar ja, we gaan gewoon verder lopen, want je weet me nooit wat we tegenkomen. Ja. Van wanneer heb jij deze hardcore wereld al? Welke versie van Minecraft? Vanaf Minecraft 1.5.0. Denk ik. Nee, vroeger, veel vroeger. Ja, ik weet niet. Denk van 1.3 of zo. Oh. Ja, 1.3 ongeveer, want toen zei we 1.3.1 was dat toch? Ja. Jolien belt. Niet accepteren. Kan niet, we zijn nog aan de opnemen. Zet u gewoon op Do Not Disturb. Maar ik kan niet zo'n aardig meisje in één keer negeren. Zeg gewoon dat we aan het opnemen ben, man. Maar ik schreef zeg dat. Zeg dat eerst en zet u dan op Do Not Disturb. Maar ik ben ook aan het opnemen. Ja, oh, ik moet even eten. Eten? Ja, ik heb niet gegeten. Ik wil op afwijzen klikken, maar... Hey, kijk, lava mag erin springen. Nee. Oh. Als ik nou in de bak lava val, dan ben ik dood. Oh, ik ga zo naar... Oh, ik zet deze zelf al. Geniaal. Echt waar, ik dacht al, het lijkt gewoon varkens en koeien die net paarden. Hey, we kunnen ook papier maken. Ja. Daar hebben we nog niks van gehad, dus ja. Oh, dit gaat nog lang duren. Waar is de swamp bij het dicht bij ons huis? Als je even een rondje loopt, dan... Ja. Dit is gewoon een leuke lange reis of zoiets. Is nog zo'n ding. Maar ik vond die grote standbeeld van Hasselbrand wel mooi. Ah, nee. Wat? Oceaan terugkeren. Oké, we zullen 1000 meter terug moeten lopen. Ja, en dan zien we jullie straks weer, kijkers. Ja. Welkom bij Maria Show, we zijn eindelijk weer terug en we hebben eindelijk slime gevonden.
Ja, veel slimes, dat is echt waar. Na een kwartier lopen of zo, een half uur. Top. Ja, een half uur of zo, ja. Dikke loot! Yay! Terwijl zij dat de slimes veel damage doen. Pas op dat je nu niet naar achter wordt gekeken. Nee, ik zag het. Daarom sprong ik even extra overheen. Is hoeveel slimeballs heb je al? 11. Ik heb 14. Oké. Okay. Oké, we hebben genoeg. Kom maar. Wat? Oh, joh, er zit toch een cave beneden net? Creeper, creeper, naar boven, naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. Waar. Oh, daar. Hi, creeper. Volgens mij, hè? Sukkel. Psst, wat een nice house. Hey, creeper. Creeper, 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 niks. Laat maar. Ik ga ik. Boom. Ah! Wat is dat? Ik viel naar beneden door de stroming. I remember you. La 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 la. Het ziet er zo verkeerd uit. Is dat sneller dan mij? Ja, hoe kan dat? Ja, omdat ik YouTuber ben, hè. Oh, lol. Dus je denkt dat jij cooler zit dan Squid! Zak. Squid zak! Squid zak! Een squid heeft geen zak. Ja, hoe komt dat dan dat er een squid zak lag? Geen idee. Omdat het dan in een squid zwemt. Met je vrienden. Oké, kom, laten we maar. Kom, we hebben ook lily pads nodig. Waarvoor dat weet ik ook niet. Ja, eigenlijk wel. Ja, goed idee. We hebben dat nodig. Waar zijn er nog? Ja, breng me op ideeën. Goeie ideeën en geen slechte. Nee. Ik laat de hele soort rondpoffen met lily pads. Wow, er liggen veel slimeballs op de grond. Ik heb 2 Minecraft opgestart, maar ik weet niet hoezo. Wow, ik heb echt even slimeballs gevonden. Die onder staan, water. Ja. Je zus zegt tegen mij anders dan morgen. Nu heb ik je gekwetst. Ja, Hessel is daar heel erg over dat hij niet mijn zus heeft gekwetst. Omdat hij daarop verliefd is. Echt? Wat? Oh, ga zo zeggen. Nee. Ga. We gaan elkaar niet killen, hè, want dan is het gedaan. Nee, wat denk je nou? Ik ga je niet killen. Jee, dat kill ik jou wel. Nee. Ik ben niet. Nog een paar 500 meter lopen. Oh joh. Ik ben niet op je zus verliefd. Nee. En in zo'n denkt hij echt wel. Nee, echt niet, hè. Ik denk dan. Mm-hmm. Ik had zo'n opname gedaan met Cornie, dat was keilarisch, we hebben altijd freebuild gedaan. Ik heb dan nog wel al zo één episode, maar ik ben van alles aan het opnemen, maar ik weet niet wat ik eerst moet uploaden, maar ik heb singleplayer. En dat was keilarisch bij freebuild. Cornie zat heel de tijd zo raar te doen en zo. En ik kijk zo in de chat zo. Zo van, oh, die is gek en WTF en lol en trollolol als ik zo die aan het trollen was. En zonder dat dan op enter te drukken, voel ik dat dan te verzenden. Gewoon, ik weet niet hoe hilarisch, echt waar. Ik ga het dan na singleplayer uploaden. En dan ga ik onze Ghostcraft uploaden van ons tegenstel. Ja. Oh, ik dacht wel dat hij had geüpload. Nee, omdat ik nog geen intro was. Oh, fuck. Zet je gevallen? Ik ben in de cave net onder gek zand. Zie je? Dus zag je hard gevallen? Ik ben dood. Zeg dat nee, want ik zag hem nog lopen. Ik ben je kwijt. Kom gewoon naar. Zit jij die sneeuwbiom? Bijna. Oh, ik zie je. Weet je wat vervelend was? Ik was met jou of met Leandro aan het minen in een desert, naar zand. Maar wij stonden boven. En weet je wat er gebeurde? Wat? Ik zat een blokje zand weg te hakken. Flikte in één keer een hele groep zandblokken om me heen naar beneden. Ah, ja, gewoon kan. Een paar kilometer naar beneden. Ik was gewoon dik dood in één keer. Ja, dat kan. Het is kei mooi. Ik heb zo mijn Minecraft laten crashen. Door gewoon dat iets doen. Een wereld. Als je een zwakke computer hebt, mensen, niet zelf proberen. Ik heb ook gedaan, mijn computer was bijna crash.
Je moet een wereld creëren, want je hebt nieuwe opties om werelden te creëren. Je moet dat doen en je moet één laag pakken, maar die ene laag moet zand zijn. Gewoon één laag voor de wereld en die ene laag moet zand zijn. In plaats van bedrock. In de plaats van bedrock. En dan moet je, als ze gespawned zijn in creative, moet je even beginnen vliegen. En dan, als ze zijn beginnen vliegen, een deurblokje of ze plaatsen op dat zand. Heel die dingen stort in. Helemaal. Of gewoon één deurblokje slaan. Oh. Geen zand wegdoen en dat stort helemaal in. Dat is gewoon weg. Nice. Ik heb gewoon mijn eigen huis weer gevonden terwijl ik hier was kwijtgeraakt. Oh, echt? Ja. Cool. Oh, ik stond bijna op je farm. Oh, eigenlijk ons farm. Dus ja, nu gaan we een stukje pistons maken. Maar dat denk ik denk dat we dat dan in de volgende aflevering doen. Ja, denk het. Ja, we doen even deze wortel farm. Zullen we lilypads planten? Ja, wel, daarom wou ik lilypads. Om dan hier op dat water, ja. En dan kun je niet meer in dat waterprol opvallen. En dan als je eruit moet springen, dan vernietigt je niet proberen die wortels. Ah, snap. Kun je die wortels even herplanten die je proberen hebt gepakt? Ja, dan wou ik ook zeker weten doen. Onze wortelvorm wordt steeds mooier en we gaan over. Hé, ik heb nog wortels. Echt? Ja, ik heb de wortel in hand. Echt niet? Echt wel? Nee, ik zie straks weer een opname. Lol, ik zie die nog altijd op wortel in de hand hebben. Ik heb geen. Wat heb ik nou in de hand? Een zwaard. En nu? Wortel. Is geen wortel, is mijn hand! Echt? Ja! Ik zie dat je achter de wortel vast hebt. Wacht, ik zal een screenshot nemen. Ja. Ja, echt waar, je hebt gewoon een wortel vast. Oh, wat heb ik nu in de hand? Slimeball. Wat heb ik nu in de hand? Rookkoeien. Wat heb ik nu in de hand? Een squidzakje. Wat heb ik nu in mijn hand? Een wortel! Nee, is in mijn hand! Echt wel! Is mijn hand! Server black! Oh, huh? What the fuck? Ik heb een wortel geplaatst en ik zag in mijn eigen hand helemaal geen wortel. Zeg je dat jij een wortel had? Ah! Ik zag mijn eigen hand. Ah! Waar zag dat op? Maar ik zag gewoon mijn blote handen en ik zag geen wortel. Kijk eens, ik heb gewoon. Drommels. Ik kijk wel in de opname, dat wil ik gewoon zien. ik bekijk dat wel op YouTube, dat wil ik gewoon wel zien. Oh, dit gaat echt zo. Oh man, oké mensen, als jullie deze aflevering heel grappig vonden of heel goed vonden, gewoon wat jullie ervan vonden, geef daarvoor een groen duimpje. Laat achter in de reactie welk deel jullie leuk vonden. Of welke tijd dat jullie het leuk vinden. Grappig bijvoorbeeld op dit moment of zo. Ja, want ik lijk Hessel met de. Zo noemen we de aflevering. Wat? Hessel en de wortel. Ja, Hessel en de wortel. En laat achter gewoon wat je leuk vond. Subscribe op Hessel zijn kanaal. En op Mario Hessel Show. Als je nog niet hebt gesubscribed of eender wat. Later als ik ga uploaden, morgen dus. Dan gaan we misschien ook nog een hardcore of zo opnemen, of ik weet niet wat. Ja. Of dan gaan ik en Hessel nog samen andere dingen, ja, zoiets opnemen. En dan zal Hessel ook wel een link naar mijn kanaal zetten. Ja. Als we hebben geüpload daarna. En dan kunnen jullie ook naar mijn video's kijken. Dus, ja, dat was het denk ik. Ja, we gaan nu lekker naar bed toe en dan gaan we stoppen. Ja. Yay. En, ja. Echt een rare aflevering. Ja, inderdaad. Mensen, bedankt voor het kijken. Like, subscribe en deel deze video met vrienden die ook van mij kan houden. En Hesselhartje Jordien. En Skeletten die mijn bril jatten. En een wortel jodel grapje. En ik check jullie. Wacht! Later! Slapen. Ga slapen. Slapen! Slapen! Ja, later.